FvD strijdt in alle provincies van Nederland voor uw belangen. In de Provinciale Staten controleert Forum voor Democratie de gevestigde partijen en doen veel voorstellen om dit land beter en mooier te maken. Zo hebben we in Gelderland een voorstel ingediend om de onzinnige en grootschalige kap van bomen tegen te gaan. Dat voorstel is aangenomen. In Limburg besturen we mee. Hier is wel recht gedaan aan de geweldige verkiezingsoverwinning van Forum voor Democratie. In Limburg dwingen we de invoering van een bindend referendum af. In Friesland heeft FvD een voorstel tegen de bouw van de vervuilende en miljardenverslindende biomassacentrales ingediend. Dat voorstel is aangenomen. In plaats van de biomassacentrales, waar het kabinet volgend jaar 11,4 miljard euro voor uittrekt, kiezen wij voor echt schone en veilige energie, kernenergie. Ons voorstel voor kernenergie is aangenomen door de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Goed bestuur betekent ook dat er geen blanco cheques mogen worden uitgeschreven. In Overijssel hebben we een voorstel ingediend om fondsenverstrekking dan ook echt transparant te maken. Ook dit voorstel is overgenomen. In Zeeland zetten we ons in voor een referendum over het onbetaalbare en zinloze klimaatbeleid. Burgers moeten mogen meepraten over het beleid dat hun in de portemonnee treft en hun provincie volzet met windmolens en zonnepanelen. Klimaatbeleid treft alle provincies en alle burgers. Er wordt met geld gesmeten. In Drenthe zijn leningen van tonnen voor zogenaamd duurzame projecten teruggedraaid door Forum voor Democratie. Praten met in plaats van over de kiezers. Dat is voor FvD heel belangrijk. We moeten weten wat de kiezers vinden. In Noord-Holland hebben we het provinciebestuur daarom gedwongen om het referendum te promoten. De gevestigde partijen hebben hun best gedaan Forum voor Democratie buiten het bestuur te houden. Maar wij doen overal actief mee, dienen realistische voorstellen in en controleren de macht. Sluit je ook aan bij onze beweging en word lid.